Examen 2017, tijdvak 1 voor HAVO. De uitwerking van de opdracht metaalmoeheid. En metaalmoeheid treedt op in een metalen spaak. Eventjes doorlezen. Wat zijn de gegevens ervan? En wat wordt er gevraagd? Gevraagd wordt hier de spankracht in de volgespannen spaak. Nou, je wordt spanning gebracht. Hoeveel is de spankracht ervoor? Nou, eerst eventjes de gegevens opschrijven die hierin zitten. En dat is allereerst de spanning, 190 keer 10 tot de macht 6 newton per vierkante meter. Ja, staat hier 190 megapascal, mega 10 tot de macht 6. En pascal is newton per vierkante meter, ze zetten het er hier nog achter. Maar let op, dat hoeft niet altijd in ieder opgave te wezen. Je moest gewoon wel weten dat mega natuurlijk 10 tot de macht 6 is. En pascal, dat newton per vierkante meter is. En dwarsdoorsnede van de spaak is 2,63 vierkante millimeter. En gevraagd dus de spankracht. Nou, de spanning, het staat eigenlijk ook al in de eenheid, is newton per vierkante meter. Dus newton, kracht, vierkante meter, oppervlak. Oftewel, spanning is de kracht gedeeld door oppervlak. Dus, als je dan de kracht wilt weten, dan doe je dus spanning maal oppervlak. Oppervlak moet natuurlijk wel in vierkante meters en 2,63 vierkante millimeter. Nou, van millimeter naar meter is maal 10 tot de macht min 3, deel door 1000. En omdat het vierkant is, moet het dus 10 tot de macht min 6 zijn. Dat vul je in en je krijgt een kracht van 500 newton, 5,00 keer 10 tot de macht 2 newton. Punten. 1 punt voor gebruik van dat de spanning is gelijk aan F gedeeld door A. En ook hier weer, let op, hè, gebruik is niet alleen het opschrijven van, maar het opschrijven van de formule in ieder geval 1 van de dingen invullen. En het hoeft nog niet eens in precies de juiste vorm. Je mocht voor A best dan vierkante millimeter invullen om dat punt te verdienen. Dan krijg je natuurlijk wel dat je punt 2 niet krijgt, hè, in zicht dat 1 vierkante millimeter gelijk is aan zoveel vierkante meters. Het is dat natuurlijk completeren van de berekening. We gaan naar vraag 2. En de gegevens zijn precies hetzelfde, maar nu wordt gevraagd wat is de relatieve rek van de volgespannen spaak. Dus hoeveel neemt de lengte toe relatief bekeken. Oftewel, relatieve rek is deze, de lengte toename gedeeld door de beginlengte. Maar ja, kijk, de lengte weet je niet. En ja, de lengte toename ook niet. Dan moet je dus iets anders zien te vinden. En er is nog iets, want waar staat nog steeds meer die relatieve rek in? Nou, dat is in de uitdrukking voor de elasticiteitsmodulus. Ja, elasticiteitsmodulus is een materiaalconstante en in dit geval is materiaal roestvrij staal. Je pakt binas. Ja, en hier minus 9, let op, hè, roestvrij staal is niet een metaal, maar het is een legering. En je zoekt dan roestvrij staal op en bij de elasticiteitsmodule zie je daar 0,2 keer 10 tot de macht 12. Niet vergeten die 10 tot de macht 12. Dus je gebruikt dan de formule voor de relatieve rek. Deze relatieve rek is dan spanning gedeeld door elasticiteitsmodulus. Dus deze, die vergeet je even, hè, die heb je misschien een andere keer nodig. En invullen krijg je die 190 megapascal weer gedeeld door de elasticiteitsmodulus uit minas. En je komt op een relatieve rek van 9 keer 10 tot de macht min 4. Relatieve rek heeft geen eenheid. Dat kon je trouwens zien in deze formule hier, want dat was een lengte gedeeld door een lengte. Ook hier de punten eventjes, 2 punten. Ja, gebruik van de juiste formule met de juiste waarde voor de elasticiteitsmodulus en die 10 tot de macht 12 hoort er dan wel bij en completeren van de berekening. En we gaan weer naar de volgende vraag. Nou, even weer alles goed doorlezen. Er is een diagram bijgegeven en je ziet in het diagram de spanning als functie van de tijd en de spanning is steeds toe en af en dat komt natuurlijk omdat het wiel draait. Wat wordt gevraagd? Gevraagd wordt bepaal met behulp van het diagram de frequentie in 3 significante cijfers. Nou, eventjes.
een beetje groter maken. En let op, iets aflezen uit een grafiek moet altijd nauwkeurig mogelijk gebeuren. Dat betekent dat je een zo groot mogelijk gebied moet doen. Dus, ja, en het moet in drie significante cijfers gebeuren. Dat betekent dat je hier niet één cijfer ernaast mag zitten. Normaal zeg je van, hé, ik zit er één cijfer naast mijn significantie, dan kost je het er geen punt. Maar als in de opgave staat van, je moet het doen in zoveel significante cijfers, dan moet het ook exact zoveel significante cijfers zijn. Goed, dan ga ik zoveel mogelijk trainingstijden uit de figuur halen. Nou, dat zijn hier 7 trainingstijden. Ja, let op, hè. Het gaat om tussenstijden, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aflezen de tijden erbij. En dan kom ik dat 7 trainingstijden is 1,85 seconden. Kortom, de trainingstijd is 0,264 seconden. Dit werd natuurlijk niet gevraagd, de frequentie werd gevraagd. Dus F is 1 gedeeld T. Je had natuurlijk ook hier meteen mogen doen 7 gedeeld door 1,85. En je komt op 3,78 hertz, 3 cijfers significant. Punten, 1 punt, inzicht dat de trainingstijd is de tijd gedeeld door het aantal omwentelingen. En gebruik maken van F is 1 gedeeld T, of een combi daarvan. En completeren van de bepaling, en dat het dus onder andere dat het precies 3 significante cijfers moet zijn. En we gaan naar de volgende vraag. Nou, er wordt een spanningsamplitude gedefinieerd. Het is gewoon een formule, die kun je gewoon invullen. Levensduur is het aantal wielomwentelingen die je spaak kan ondergaan. En er staat een diagram bij. Een spanningsamplitude en diagram van de spaak. En let op, hier staat de horizontale as heeft een niet-lineaire schaalverdeling. Dat zie je inderdaad ook. Hè. Het is niet zo dat ieder stukje even groot is. De vraag, twee dingen. Ja, bepaal met behulp van de figuren in deze opgave de spanningsamplitude van de spaak. Dus sigma A was gevraagd. En leg uit of je dan 1 keer 10 tot de macht 7 wielomwenteling kan halen. Nou, als eerste staat dus figuren. Ja, dus je moet niet alleen deze figuur doen, maar je moet ook het andere figuur doen. En daar beginnen we mee. Want de spanningsamplitude, ja, hier staat, is maximaal min een minimale. En hier kun je dus de maximale halen. En de minimale spanning kun je hier uit aflezen. Kortom, de maximale waarde is ongeveer 190. En minimaal is ongeveer 130. Ja, nou, invullen. Ja, nou, 198. En je moet natuurlijk wel maximum doen. Dus dat is daar ergens. En minimale, ja, nou, dat is inderdaad prachtig, 130. Invullen, let op, het is natuurlijk wel mega pascal, dus 10 tot de macht 6 moet er wel bij. En dan krijg je 34 keer 10 tot de macht 6 pascal, dat is de spanningsamplitude. Er moet nog uitgelegd worden dat met spanningsamplitude van 34 megapascal al of niet die 1 keer 10 tot de macht 7 wielomwenteling kan worden gehaald. Nou, 34 megapascal, even in de figuur kijken, kijk, dat is bij deze rode lijn. Dan kijk ik naar 1 keer 10 tot de macht 7 omwentelingen, zie je dus dat ik hier makkelijk onder kan blijven. Kortom, je kunt het makkelijk halen. De punten voor het eerste opdracht, 2 punten, inzicht dat je dus die maximale en minimale spanning moet worden gehaald uit die figuur. En completeren van die berekening, marge staat erbij. En die tweede inzicht dat je moet vergelijken met die 1 keer 10 tot de macht 7. Dat is op zich natuurlijk redelijk eenvoudig te krijgen. En dat betekent dus ook hiervan, stel je voor je hebt geen idee hoe je deze moet doen. Dan had je hier natuurlijk gewoon moeten zeggen van, nou weet je wat, ik weet niet wat het is. Maar ik neem aan dat de spanningsamplitude is. En dan pak je gewoon ergens hier een waarde voor. En dan kon je gewoon toch nog dat laatste stukje wel weer krijgen. Dus die laatste twee punten kon je eenvoudig krijgen als je bij de eerste, ja, als je niet wist dat je gewoon een antwoord ging voorstellen. 4 punten. Verder, de spaak wordt strakker aangespannen en de spanningsamplitude wordt nu 120 megapascal.
De diameter wordt gegeven, 70 centimeter. En de vraag is, met die hogere spanning, naar hoeveel kilometer zal de spaak waarschijnlijk gaan breken? Nou, 120 megapascal, diverse gegevens. Ja, 120 megapascal, diameter van het wiel is 70 centimeter. En 120 megapascal, dan kan ik dus bepalen van nou, hoeveel omwentelingen, en dat is hier zo, na deze aantal omwentelingen zal waarschijnlijk de spaak gaan breken. Dus dat is na 3 keer 10 tot de macht 6 omwentelingen. Dan breekt het. Hoeveel kilometer heeft hij dan gedaan? Nou, het wiel heeft dan dus 3 keer 10 tot de macht 6 omwentelingen gedaan. En 1 omwenteling kan ik berekenen, dat is 2 pi r of eventueel pi maal d. Dus pi maal 0,7 en ik kom op 2,2 meter. Ja, 2,199 meter. Dus 3 keer 10 tot de macht 6 omwenteling is dus 3 keer 10 tot de macht 6 keer 1 omwenteling is zoveel meter. En je komt dus op 6,6 keer 10 tot de macht 3 kilometer. Dan zal de spaak naar alle waarschijnlijkheid zijn werk hebben gedaan en mag je breken. Punten. Aflezen van de levensduur bij 120 megapascal. Ja, weer mooi een puntje verdiend. Gebruik van omtrekkers 2 pi r of pi maal d. En tenslotte completeren van de berekening. En dat completeert ook weer deze opdracht. Bedankt voor horens en wellicht tot ziens, tot horens.